Welkom bij Vlogmas dag 1. Het is vandaag zaterdag 30 november. Zoals jullie waarschijnlijk merken, begint Vlogmas een dagje vroeger. Wie mij volgt op Instagram heeft dat voorbij zien komen. Waarom start Vlogmas dit jaar een dag vroeger? Omdat Elf en ik, Naomi en Emmanuel, naar Londen gaan. En het leek ons super leuk om dat te vloggen. En ik dacht, ja, of ik nu morgen begin met Vlogmas of vandaag. Ja, het is toch top om al meteen in de kerstsfeer te komen. Elvin is zich aan het klaarmaken. Het is nog heel vroeg in de ochtend. Het is nu 4:15. Ik ben wakker van 4 uur. Mijn make-up is done. Mijn haar is gedaan. Ik zal zo meteen ook eventjes mijn outfit laten zien. Ik heb super goed geslapen. En ik ben echt helemaal wakker. Het voelt ook niet alsof het 4:15 's morgens is. Ik weet niet hoe Elvin geslapen heeft. Goed, kort. Kort. we hebben om hoe laat hebben we de Eurostar in Brussel? Kwart voor acht. We vertrekken zo meteen naar Brussel. Dat is een uurtje rijden voor ons. En dan gaan we naar Londen. Super veel zin in. Heel excited. Dus ik neem jullie mee. En welkom bij Vlogmas 2024. Time flies. Echt, het is zo snel. December alweer. En dit is mijn outfit of the day. Mijn lange leren jas. Die komt van de Zara. Ik heb een Dr. Martens aan. Een mom jeans van Stradivarius. En een zwarte kooltrui. Oorbelletjes die ik aan heb zijn van Stradivarius. En die andere van My Jewelry, denk ik. En mijn haar heb ik zo half slick back. Ik vond het wel leuk om ze los te laten. Maar toch ook weer half uit mijn gezicht te hebben. And now we're ready. Zin in. Van de partij. En Emmanuel en Elvin zijn even ontbijt aan de grond. En heb je er zin in? Ja, zeker. Onderweg. Het is nu nog steeds heel vroeg. Het is 8:08 om precies te zijn. Hoe laat komen we eigenlijk aan? Het is net licht. Om 10:00 aan, maar het gaat een uurtje terug. Dus ah ja, uur. Londen is 9:00. Oh, zin in. De kerstsfeer. Metro nemen naar, waar gingen we nu naartoe? Naar Oxford Street. Oxford Street. Yay! Excited! Gymshark. Blijkbaar is er een mega grote Gymshark winkel. En overal in de winkels zijn ook Black Friday deals. Dus ik ben heel benieuwd wat hier de koopjes zijn. En ik vind het hier echt zo gezellig en leuk en mooi. Wat vind je van Londen? Ik ben hier 7 jaar geleden geweest met school. Heb ik ook gevlogd zelfs. Jullie kunnen die vlog ook nog terugkijken. Mijn eerste indruk is mooi, hè? Ja, hè? Ja, we moeten dadelijk nog Buckingham Palace en zo. Yes. Beetje sightseeing. Buckingham Palace. Wat wil ik nog zeggen? Ik ben dus 7 jaar geleden met school geweest. En dan nu terug hier. Gymshark store! Oh, zo leuk! Piccadilly Circus! Wat vind je ervan? Leuk, hè? Echt mooi. Maar 's avonds gaat de vibe leuker zijn met al die lichtjes. Maar ik vind Londen wel echt een heel leuke stad. En we komen nog wel eens voor een weekendje, denk ik, hè? Toch? En we gaan nu lunchen. Ik, Emmanuel en Naomi hebben een chicken burger. Ik vind dat hij er wel echt heel lekker uitziet met frietjes. En Elvin heeft de onion soup met kaas. Ziet er ook echt lekker uit. Smakelijk! Smakelijk! Thank you.
gigantisch. Ik heb al wat sfeer voor jullie gevlogd. Wat we zijn? We zijn in White City. Ja, klopt. In de Westfield Mall. In de Westfield Mall in Londen. We hebben net trouwens super lekker gegeten, maar dat had ik gevlogd. En nu, oh, ik zie hem, Naomi. Kunnen we niet naast kijken. We gaan nu even langs de Victoria's Secret. Excited. Ja, de etalage kan je niet naast kijken. Dat is echt prachtig. Elvin en Emmanuel gaan een poging doen in de Victoria's Secret. En ik en Naomi gaan ons uitleven. We komen net uit de Victoria's Secret. Niet doen. Nee, niet naar deze. Nee, dus niet in de Westfield Mall was het, hè? Geen service, nee. Rommel, maar wel een aankoop. Want Naomi is echt, zij koopt altijd daar en zij is zo'n goede service gewend altijd in die winkel. En ja, vandaag was het echt een tegenvaller. Ik heb zelf ook niks gekocht. Want ik had gewoon nog geen zin meer. Die laadjes waren ook allemaal overhoop. Terwijl, alles was rommel, echt. Terwijl alles normaal heel mooi gevouwen ligt en zo. Dus het was echt, ja. Niet wat we gewend zijn. Nee, nu zijn we helemaal naar de andere kant met de metro gegaan. Vol deze ervaring. Maar de mall was wel echt heel chic. Dat was leuk om te zien. Nu zijn we wachten op de metro. We gaan nu naar Harrods. Super grote winkel, heel leuk. Super bekend ook in Londen. Dus daar gaan we nu naartoe. En we hebben trouwens echt geluk met het weer. Want Naomi zei er ondertussen al zonder haar jas. Ik heb het bloedheet. Het is echt warm. Maar ze heeft ook echt een heel warme trui aan. Maar het is echt warm. Maar heel fijn dat het ook niet regent. En daar zien we zelfs een beetje zon. Maar op camera ziet je dat denk ik niet. Daar zelf niet. Hey, normaal moet er nu in zijn, hè? Wat is dat? Ja, het zal dadelijk komen. Metro live. Net echt gekkenhuis bij het metrostation. We moesten uitstappen en er was een uitgang afgesloten. Dus alle mensen van die metro moesten bij dezelfde uitgang eruit. Dus er waren even heel veel mensen bij elkaar. Maar we zijn er geraakt. We gaan nu naar Harrods. Die ligt daar. Ik ga het zo meteen ook nog vloggen uiteraard. Ja, mega bekende winkel in Londen waar ze echt letterlijk alles hebben. En helemaal in de Christmas vibe. De zon, oei, er is politie hier van Milan. Zie je niet. De zon schijnt ook zelfs ondertussen. Het is echt heerlijk weer. Alvin heeft ze jas ook uit. Ik heb echt een goede outfit gekozen, want ik heb het niet te warm, niet te koud. Het is echt perfect weer. Wie had gedacht dat je in november zo'n mooi weer zou hebben in Londen? Mega druk. Ja, heel logisch. Het is zaterdag. De feestdagen komen eraan. Iedereen is aan het shoppen. Maar wel leuk om weer logisch gezien te hebben. Dus nu gaan we even een rustpauze inlassen. En de kaart ziet er ook echt heel interessant uit. Ja. Lekker. Er komt een calorieën bij. Oh my god, wat grappig. Thank you.
er door of zo? En we zijn nu bij Buckingham Palace. Dit is echt gigantisch. Elvin is helemaal impressed. Of niet, Chad? Wat een neef, ja. You wish. Ja, heel leuk zo in de avond. Dit is echt heel groot en indrukwekkend. En weer veel stapjes gezet vandaag. We zijn bij de Big Ben. Het is ondertussen 4:15 en mega donker. En het is ook echt heel druk op de weg. Maar wel schön. De London Eye. Mooi, hè? Ja, mooi, hè? Prachtig. Ja, zeer schön, zeer schön. Nu zijn we terug waar we daar straks waren, toch? Ja, op die straat. Oxford Street. Nog zo wat laatste winkeltjes doen, want zelfs moeten we terug naar het treinstation. Want om 7:30 hebben we de Eurostar terug richting Brussel. Het was echt een leuke dag. Ja. Conclusie, Londen kan je echt wel doen in een dag. Toen met school ben ik 3 dagen geweest, ook echt top natuurlijk. Ja, zo de dingen wat we nu wouden zien, hebben we gedaan, zeg. Wat we echt wouden zien. Ik bedoel inderdaad niet heel Londen, maar zo de highlights. Ja. En het was gewoon super leuk als je dus gewoon eens een dagje weg wil en je wil niet een heel weekend of je vindt het te duur. Is een dagje aan te raden, het is heel leuk. Want eigenlijk moet je het zien als naar Amsterdam gaan, dat is van ons thuis ook 2 uur rijden. En nu Londen was ook 2 uur met de Eurostar. Dus echt een aanrader om naar Londen te komen en de kerst weer helemaal op te snuffelen. Echt love it. Schaal van 1 tot 10? 0,5. Ik 7. Niks gewoon eigenlijk. Ik ben wel al wakker van 4 uur. Ja, en ik van 5. Ja, dus ik ben een uur voor en let niet op mijn mega glanzend hoofd. Mijn make-up is helemaal gaan glimmen. En het voelt gewoon ook echt super vettig van de hele dag in Londen rond te wandelen, de metro te pakken, metrostation rond te wandelen. Elvin die staat nu onder de douche. Ik denk dat hij net klaar is. En dan gaan we heerlijk bed in, want we zijn echt ontzettend moe. Ik ga ook nog onder de douche springen. Ik ga mijn make-up eraf halen. Ik ga nog even snel mijn haar wassen, want ik voel me gewoon heel vies. Na zo'n hele dag rondgeslenterd hebben. Maar we hebben echt een mega leuke dag gehad. En ik hoop dat jullie dit ook een hele leuke start vonden van Vlogmas. En het ook leuk vonden dat Vlogmas nu een dagje vroeger start. Omdat we dus naar Londen zijn geweest. Vergeet je zeker niet te abonneren hier beneden als je dat nog niet gedaan hebt. Want nu in december komen natuurlijk weer iedere dag vlogs online. Vlogmas is officieel begonnen. Oh, mijn hoofd. Dat ligt hier in de keuken. Maakt het gewoon nog 20 keer erger. Ik ga er ook eventjes bij zeggen dat de vlogmissen niet op een vast tijdstip online komen. Ik werk 30 uur per week.
Ook nog vrije tijdsdingen, dus ik ga mezelf niet opleggen om het om die tijd online te krijgen. Maar jullie gaan gewoon iedere dag sowieso een vlog zien verschijnen, maar hoe laat, geen idee. Want nu, hoe laat dat deze vlog online staat, weet ik ook nog niet, want ik ga sowieso uitslapen morgen. En dan moet ik hem nog helemaal editen. Geen nut dat ik dat vertel, maar dan weten jullie dat dat gewoon de planning is. Iedere dag een vlog, maar het tijdstip, ja, dat kan ik niet beloven of ga ik niet beloven. Dus druk zeker ook op het belletje, het meldingenbelletje, zodat je een melding krijgt op je telefoon of op je laptop als mijn vlog online staat, zodat je zeker geen enkele vlog mist. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei!